Er zijn niet veel fabrieken meer waar perkament gemaakt wordt. Ons land heeft er een in Alphen bij Baarle-Nassau, waar uit kalfsvellen op de beproefde manier nog perkament wordt vervaardigd in een oude tuigleerlooierij. De vellen worden eerst gewassen en langdurig gespoeld in looivaten om ze te ontdoen van zout en verontreinigingen. Nadat de vellen vervolgens 3 tot 6 weken in een kalkbad hebben gelegen, worden ze op een soort bok gelegd, de boom genoemd, waar ze worden afgekrapt totdat een volkomen gaaf oppervlak wordt bereikt. Hierna gaan de vellen nog enkele weken terug in het kalkbad, waarna ze tenslotte worden opgespannen op een rekwerk om te drogen. Het drogen kan men bespoedigen door water en ander vocht er zoveel mogelijk uit te persen. Het perkament is nu al wit en er zou al op geschreven kunnen worden. Maar eerst moeten de ongelijke randen ervan af worden geknipt, wil er een praktische vorm voor gebruik ontstaan. Dat gebruik is overigens zeer beperkt wegens de betrekkelijke zwakheid van het materiaal, al zijn er nog plaatsen in Nederland waar men ermee werkt. Een van die plaatsen is het Sint-Catharina-klooster van de zusters Norbertinessen in Oosterhout, die hier onder meer zeer oude bijbels en gradualen restaureren. Voor het herstel van deze boeken, die alle uit leerperkament gemaakt zijn, moet men natuurlijk perkament uit huiden gebruiken. Sommige nonnen hebben zich ook de kunstvaardigheid van het middeleeuwse letterschilderen eigen gemaakt. Behalve de bladen worden zo nodig ook de banden hersteld. Bij deze restauratiewerkzaamheden heerst nog volkomen de middeleeuwse sfeer van het ambacht dat geduld en vooral een enorme toewijding vereist. Bijbels en gradualen die in half vergane staat hier binnenkwamen, verlaten het klooster weer in hun oude luister. De proostenzaal van het 15e eeuwse klooster is een inspirerende omgeving voor de arbeid van de Norbertinessen, die het perkament voorts nog gebruiken om er bidprentjes op te maken. Het is een handwerk dat de zusters van het klooster veel voldoening schenkt in de stilte van hun uit de wereld teruggetrokken verblijf.